De onderwaterwereld is een raadselachtig samenspel van levende wezens en allerlei processen. Al eeuwenlang proberen waterbeheerders en wetenschappers deze wereld te doorgronden. Gedreven door de wil de waterkwaliteit te verbeteren en steeds weer geholpen door nieuwe technieken, ontrafelden zij de werking van ons water beetje bij beetje. Maar nu is er een techniek die in één keer vrijwel al het onderwaterleven in beeld brengt. De eDNA voedselwebanalyse. Het principe van deze techniek is simpel. Elk organisme, van snoek tot cyanobacterie, laat DNA achter. Dit noemen we environmental DNA, of gewoonweg eDNA. Tot voor kort werd eDNA vooral gebruikt om de aanwezigheid van specifieke soorten vast te stellen, zoals de grote modderkruiper of de kamsalamander. Met de eDNA voedselwebanalyse kijken we juist heel breed. In één monster kunnen we vrijwel alle soortgroepen ontdekken. Maar nog belangrijker, we kunnen ook verhoudingen meten en verbanden leggen. Op deze manier leren we het voedselweb beter begrijpen en kunnen we daarna beter ingrijpen. Vanuit dit idee zijn de waterschappen nu bezig om met de eDNA voedselwebanalyse vragen uit de praktijk te beantwoorden. Hier in de Wiede wil het waterschap Drents-Overijsselse Delta weten waarom het systeem een bepaalde kant op gaat. In Laagveen is het proces van verlanding heel belangrijk. En dat proces wordt verstoord op de een of andere manier. Maar we weten niet precies hoe dat werkt. En via onze normale monitoring komen we er eigenlijk niet verder in. En daarom is eDNA juist handig, omdat die dan meer inzicht kan geven. Dat we wat meer kunnen sturen in het beheer van het gebied. Een ander motief voor ons om aan het project mee te doen is dat we geïnteresseerd zijn in de nieuwe technieken. Die minder arbeidsintensief zijn dan de huidige technieken. En die sneller kunnen werken. De klassieke methodes die zijn behoorlijk traag. Bijvoorbeeld macrofauna, dat neem je nu, een macrofaunamonster in april. En pas volgend jaar hebben we daar de resultaten van. Terwijl met eDNA, wat je nu een monster neemt, dan heb je bij wijze van spreken een dag later een resultaat. En zo werken wetenschappers en waterbeheerders nog steeds samen om nieuwe technieken in de praktijk te brengen. Heb jij als waterbeheerder ook een vraag die de eDNA voedselwebanalyse misschien kan oplossen? Of wil je meer informatie over deze techniek? Kijk dan op de site van STOA.